We gaan er meteen maar met een gestrekt been in. De maatregelen die het kabinet aankondigde zijn uiteindelijk het beste voor het herstel van onze economie. Dat klinkt vreemd, maar dat gaan we uitleggen. Natuurlijk, de maatregelen treffen vooral de horeca en de evenementenbranche keihard. Zij moeten de komende vier weken hun deuren sluiten. En dat kost opnieuw omzet en heel veel geld. En het zal onvermijdelijk betekenen dat bedrijven in deze sectoren het niet gaan redden. En dat betekent verlies aan banen en verlies aan groei. En dat is een enorme economische schadepost. Maar laten we de economische schade een beetje in perspectief plaatsen. De toegevoegde waarde van de horeca voor de Nederlandse economie bedroeg vorig jaar 15,4 miljard euro. Daarvan komt 4,5 miljard voor rekening van hotels, 10,9 miljard voor rekening van cafés en restaurants. Dat klinkt natuurlijk als een enorme bedragen, maar als je het afzet tegen de gehele Nederlandse economie, dan is de bijdrage van de horeca Iets meer dan 2%. Dat is dus iets meer dan de totale agrarische sector in ons land. Sluiting van de horeca de komende vier weken kost dus miljarden. Maar het levert uiteindelijk ook wat op. Het in sneltreinvaart terugbrengen van het aantal coronabesmettingen. Dat is namelijk niet alleen goed vanuit volksgezondheidsperspectief, maar ook de economie heeft hiervan profijt. Het aantal besmettingen heeft namelijk een directe invloed op consumentenbestedingen en daarmee op de hele economie. Dat blijkt uit een studie van ABN Amro. De bank vergelijkt de economische gevolgen van de coronacrisis in Amsterdam met die in Groningen afgelopen voorjaar. Beide steden hadden te maken met exact dezelfde coronamaatregelen van de overheid. En toch is de economische impact in het noorden veel kleiner dan die in de hoofdstad. ABN Amro leidt dat af aan het aantal pintransacties. In Amsterdam daalde die het voorjaar met 55 procent. In Groningen bleef de daling beperkt tot 40%. Het aantal besmettingen in Groningen lag die tijd veel lager dan in Amsterdam. Volgens ABN Amro is er een rechtstreeks verband tussen het aantal pintransacties en de hoeveelheid besmettingen. Hoe meer besmettingen, hoe minder we uitgeven en dus hoe minder we pinnen. En hoe ingrijpender de economische schade uiteindelijk is conclusie van ABN Amro is niet helemaal een verrassing. In de Verenigde Staten is al een studie gedaan naar de effecten van de Spaanse griep op de economie zo'n 100 jaar geleden. En wat blijkt? Die staten die hard ingrepen en het aantal besmettingen het snelst wisten terug te dringen, die hebben uiteindelijk het minst economische schade geleden. Betoog klinkt alsof de horeca en de evenementenbranche worden geofferd voor het belang van de bredere economie. En misschien is dat een beetje ook wel zo. Alleen zul je dat het kabinet niet snel horen zeggen. Maar als het kabinet wil voorkomen dat het vertrouwen van consumenten en ondernemers voor langere tijd grote schade oploopt, met alle gevolgen voor de economie, dan is er meer nodig dan een strak en overtuigend beleid. Je moet Nederlanders ook zicht bieden op een einde van alle ellende, een punt aan de horizon. En dat is in deze crisis misschien wel het grootste probleem. Vond je dit een zinvolle bijdrage? Download dan nu de RTL Nieuws app onder het kopje Economie. Houden we je op de hoogte van al het nieuws en alle achtergronden die voor jou relevant zijn.